Count on Coin. Yo mensen van Boy & Town, welkom terug bij een nieuwe video. We staan hier op de Gamescom en ik heb twee schatjes op mijn schouders hier zo. Wij gaan vandaag tijdens de perstoegang gaan we kijken wat er allemaal op Gamescom te vinden is nu het nog rustig is. Dus ik zou zeggen, kijk mee. Nou mensen, het is ondertussen 2:10. En we zijn nog steeds op Gamescom. Het is niet heel druk gelukkig. Maar alsnog lopen we al pittig veel mensen. En we hebben net even met wat mensen gesproken. Ilko is even naar een meetingje. Wij gaan ze ook nog even wat mensen bespreken. En, we hebben eigenlijk best wel weinig gedaan. Ja. We hebben even rondgelopen, een beetje gekeken. Het ziet er wel tof uit. Ik vind dat het ziet er wat minder rommelig uit dan vorig jaar. Het is allemaal wat strakker geworden en zo. Alsnog de rijen die staan zijn alsnog best pittig lang. We kunnen niet echt spelen. Ik hoop dat we gewoon in de backstage bij de pers gebeuren. Dat we daar gewoon iets kunnen doen. En ja, tot dusver vind ik het nog wel oké, denk ik. Maar dat is ook de eerste dag. Ja, precies. En je hebt echt gelijk het vorig jaar. Ja. Van vorig jaar, zeg maar, die drukte. Want wij waren vorig jaar niet op de eerste dag gegaan. Het was gewoon direct druk toen wij gingen. Vergelijk je nu met dit. Terwijl er nu alleen pers is. Je bedoelt, dan vergelijk je echt gewoon een banaan met een appel. Duurt er niet. Nee, dat duurt toch niet. Sorry! Banaan is een tikje beter. Hoef je de tanks van doen? En dan betalen die mensen dus 50 euro voor een kaartje. En dan zitten ze hier gewoon Minecraft te spelen. Kom op jongens, kom op. Nou mensen, we staan nog steeds op Gamescom en achter mij zijn Jordi en Rick aan het kutten met een of andere iPad game gemaakt door Nederlandse developers. We staan hier ook, zoals je hier achter kunt zien, staan we op de Holland Pavilion of whatever. En er zijn allemaal Nederlandse game indie game makers die in Nederland zitten en die dit soort games maken. En laten we even kijken wat ze ervan vinden. Jongens, wat vinden jullie nou van? Je moet hem daar midden. Leg ze even uit wat het is. Dit is een open game. Het is echt daar, ja. Wat is het? Ja, daar. Kom op. Wat gebeurt hier? Blauw. Ja. Get wrecked. Waar? Nee, rood is gewonnen. Sorry. Leg eens even uit hoe het werkt. Oké, het is heel simpel. Wat je moet doen is, je moet een punt plaatsen. Je moet een punt plaatsen. En dat punt dat verspreidt zich dan zo snel mogelijk. Je moet dat filmen, Juri. Je moet dat filmen. Sorry. Oh, wat? Je moet een punt plaatsen en dan gaan allemaal lijntjes lopen. En jouw lijn moet het langste zijn. Het is gewoon ver. Alle lijnen lopen even snel en ze blokkeren elkaar. Deze is best wel makkelijk, want als je hem nou gewoon hier zet, dan blokkeert hij alles. Dus als je hem daar zet, zet hem ervoor. Wat zie je? Zet hem ervoor. Ja, I know you want to. Dan blok je dit allemaal af. You can do level packs. Oh ja hoor, dat doet hij even. Ja. Nou, om even snel duidelijk te maken, Rick is aan het zingen, Judy is een code aan het invullen op League of Legends en ik zit hier te wachten op Ilko.
Jullie hun ook. Ilko, kom terug, we houden van je. Ja, en we willen namelijk terug, maar Ilko die... Hi Rick. Gaat een beetje? Ja, gaan we lekker hoor. Mag ik een leuk verhaal vertellen? Ja, kom maar bij. Kom maar op mijn schoot. Film maar heel hard op jou. Oké, mag wel. Dan doe ik hem even zo. Zo, en dan doe ik zo. Ja. Oké. Nou jongens, zie je daar. Zoom maar even in. Die vrouw. Die heeft een hele lekkere anus. Ja, we hebben er allemaal een foto van gemaakt. We hebben allemaal voor de grap een foto van gemaakt voor onze vrienden en familie. Alleen het leuke is, er komen heel veel mannen langs en die maken er ook een foto van. Van die vieze mannetjes, die maken een foto van die verre bibs en dan gaan ze weer weg. En het is super leuk om een foto te maken van iemand die een foto maakt van haar kont. Alleen het is er nog niet gelukt, we zijn er ook mee bezig. Helaas. Ook project. Maar we hebben wel een foto van haar kont gemaakt. Ja, daar zijn we trots op. Dat zeker, daar zijn we zeker weten trots op. Het is niet zozeer dat ik een foto van haar kont wil. Het is niet zozeer dat je die foto wil om terug te kijken, het is gewoon leuk. Ik wil die foto gewoon even maken voor het moment. Dat je stiekem maar van afstand je foto maakt van iemands kont. Ja, daar is die hoor, daar is die. Dat is een mooie applausje kont. Waard. Dat is een mooie kont. Dat is een applausje waard. Dus wij zijn nu aan het wachten op Ilko. Die zou tussen 6 en 7 aanwezig zijn bij ingang Noord. En dan kunnen we hier eindelijk weg en naar het aparte hotel ding. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het vet video? Klik dan even een groen duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik hiernaast op de video van vorige keer. En dan zien we de volgende keer weer met een nieuwe aflevering. Met een nieuwe video. En dan gaan we naar het hotel toe. Nieuwe en Rick en Jordi weten nog niet wat het is. Nee. Maar ik vind het fucking grappig. Doei. Oh god. De auto.